Breda Nu. Je weet het meteen. De nachtwacht, maar iets bijzonders kan ook gewoon kunst zijn. Ja, kan je daar een voorbeeld van geven? Kan je uitleggen wanneer iets dan kunst wordt? Wanneer wordt een stoel nou kunst? De Cultuurnacht is een jaarlijks evenement in Breda. Met meer dan 75 deelnemers, verspreid over 45 locaties, laat de Cultuurnacht dit jaar een bijzonder programma zien, waarbij kunst, cultuur en diverse dansvoorstellingen de hoofdrol speelden. Ook dit jaar werd er weer een nieuwe kindercultuurnachtburgemeester gekozen. Ja, ik ben echt heel blij. En wat houdt dat in? Dat ik kindercultuurnachtburgemeester ben voor 2018. En jullie hebben een manifest geschreven met de hele klas. Want jij vertelde al van eigenlijk ben ik niet alleen burgemeester, maar is onze hele klas een beetje. Wat hebben jullie geschreven in dat manifest? Nou, dat eigenlijk iedereen... soms is kunst eigenlijk kunst wat eigenlijk niet bedoeld is als kunst. Het kan ook per ongeluk... Het hoeft ook geen schilderij te zijn. Het kan ook bijvoorbeeld een hele mooie dans zijn. Goedenavond. Zijn jullie allemaal klasgenootjes van Kiek? Nee, maar wel van de school. Zijn jullie een beetje trots op Kiek? Ja! Yeah. In de straat waar nu een spoorlijntje ligt, is het voor de Cultuurnacht een radiostation opgericht. Radiostation Speelhuislaan. En op diverse plekken in de straat zijn er uitzendingen. En die gaan in principe allemaal over het thema verleiding. Wat vond u ervan vanavond? Ik kom nu net uit de prachtige voorstelling in de Grote Kerk van Tiuri, De Stilte, het koor, de organist en Paul van Kemenade. Dus echt een prachtige samensmelting, het oog van Godot. En ja, ik vond het een hele ontroerende voorstelling die ik gezien heb, waar beweging heel erg centraal staat en prachtige muziek, hele verschillende muziek. Ja, ik word daar heel erg blij van als ik deze mensen zo'n mooie voorstelling zie maken met elkaar. Dit is de laatste keer dat we de Cultuurnacht op vrijdag doen. We gaan vanaf volgend jaar gaan we het op zaterdag doen. Dat we al iets eerder in de middag beginnen, maar het is een nacht, dus we wachten wel een beetje dat het al een beetje begint te schemeren. Maar dan hopen we ook wel de verbinding te leggen met alle mensen die de stad bezoeken. Dat die doorgaan en lekker in de stad blijven hangen om al dit moois te zien. Maar tegelijkertijd houden we het gewoon wel op één dag. Want het moet iets zijn, weet je wel, je moet er dan bij zijn. Breda Nu. Je weet het meteen.